zodanig zorgen dat de noodklok geluid is door de autoriteiten. Minister Silvano Tjonahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu sprak vandaag tijdens een presentatie in het kader van duurzame oplossingsmodellen voor dit vraagstuk. Hij benadrukte dat er vooral drastische veranderingen moeten komen in de wetgeving om de kwikvervuiling tegen te gaan. Laatst nog hebben we gemerkt dat er ook bij het verbranden van medisch afval dat er wat issues zijn. Dan gaan we er makkelijk overheen en iemand praat erover. We lezen het in de krant en het houdt op. Vervolgens gebeurt er niks. En natuurlijk ga ik geen alarmbel luiden om te zeggen dat mensen doodgaan hieraan. Maar wat ik wel kan zeggen is, we weten niet. We hebben vanwege die druk die op ons is, als ministerie, als nieuw ministerie, om iets te doen. Aan de ene kant en aan de andere kant het gebrek aan capaciteit en aan voldoende wetgeving, zijn we natuurlijk op een gegeven moment een actie gestart binnen de regering om te beginnen met het targeten van kwikvervuiling. De minister legt verder uit dat er verschillende soorten kwikvervuiling zijn. De ontaarding zal in de toekomst voor vele nare gevolgen zorgen bij de gemeenschap die met het vloeistof in contact komt. Het baart de bewindsman zorgen wat er vooral in het binnenland gebeurt. We zijn ervan op de hoogte dat de manier waarop we omgaan met kwik, dat het eens hele nare effecten zal hebben op de gemeenschap die daarmee in aanraking komen. Maar we moeten niet vergeten dat 80% van onze bevolking woont in de kustvlakte. En het is eigenlijk niet voor het eerst dat er een onderzoek is gedaan. En laat me alvast al de mensen bedanken die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Maar het is niet voor het eerst dat met name de universiteit een onderzoek heeft gedaan naar de uitstoot van kwik van de goudopkoopbedrijven. En ook daar merken we dat eigenlijk net als grote delen van de gemeenschap we ervan uitgaan van oké, we hebben het gehoord, er is vervuiling. Ja, niemand is voor ons dood neergevallen, dus we gaan vrolijk verder. De kwik komt met een waarde van ongeveer 60 voor in het milieu. Het Nationaal Instituut voor Milieuontwikkeling in Suriname, NIMOS, en de Anton de Kom Universiteit van Suriname hebben recentelijk onderzoek gedaan waaruit blijkt dat omwille van goudverwerkingsbedrijven een verhoogde kwikgehalte in de natuur is ontstaan.